Hi, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag 26 mei en het is al bijna 12:30. Janelle is op school. Ik heb net getraind en ik heb even de laatste YouTube video die ik gewoon 2 keer opnieuw moest editen omdat het allemaal was verwijderd. Ik moest helemaal weer opnieuw beginnen. En daarna heb ik ook nog een melding gekregen dat mijn, mijn hard drive vol is. Dus ik moet weer een nieuwe gaan kopen. Dus ik ga straks naar de stad om even een nieuwe hard drive te kopen. Janelle en ik hebben gisteren dus pancakes gemaakt voor het eerst samen. En het was echt een succes. We hebben daarna meteen weer op YouTube, of nee geen YouTube, we hebben op Instagram naar een paar reels gekeken. Waar je gezonde en ook gewoon minder gezonde, snelle maaltijden kan maken. Dus we gaan vandaag een, hoe heet het nou? Even kijken, ik heb het opgeschreven. Belichting doet weer gek. Ik heb het opgeschreven, want ik ga dus hierna meteen boodschappen doen. Want we gaan even kijken, hoe heet het nou? Taco burgers maken. Taco burgers. Ja, dus je vraagt je al wat is dat nou. Maar je gaat het straks zien. Dus ik ga eventjes de spulletjes halen. Ik heb nog ruim de tijd voordat je nou komt. Dus laten we maar even wat gaan doen. Maar daarvan is hier zo. Limburg is hier. Maar waarom kan je er doorheen kijken? Nee. Jawel, ik zie dat je er doorheen kan kijken. Kan ik niet lezen. Ja. Ja, ga zomaar aanwijzen waar alles ligt dan. Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Middelburg. En wat moet je precies? Noord-Holland, Noord-Brabant. Moet je ook precies weten waar Rotterdam en zo zit? Of dat niet? Dat niet. Want jij weet dat dan eigenlijk al gelijk. Oké, dus je moet gaan weten waar, Noord... Waar de landen zijn. Waar dus de provincies zijn. De provincies. Mm-hmm. Dus Zwolle en zo, dat hoeft allemaal niet. Nee. Dit is zeker. Dat doe. Want dit is bijvoorbeeld Drenthe. Maar wat is niet echt? Maar wat is niet echt? Dat klopt niet. Ik ga de juffrouw vragen. Want jij verzint nu gewoon zomaar iets. Ik denk dat het wel moet. Ja. Nou dan, zie je, dat bedoel ik. Je moet wel weten waar alles zit. Zou het zijn dat je dat niet hoeft te weten? Je moet gewoon. Leeuwarden zit in Friesland. Ja. Nou, dan moet je toch weten waar Friesland zit of waar Leeuwarden is. En Assen zit in Drenthe, dus dan moet je toch weten waar alles is. Kijk, hier kan wel zeggen: dit is Noord-Holland. Maar wat zit er allemaal in Noord-Holland? Haarlem, Amsterdam. En daarboven zit Leeuwarden. Nou, ga je maar lekker oefenen. Maar Janelle gaat even leren, want hij heeft donderdag, donderdag is alweer 2 juni. Laat je wel om 4 uur dan. Oké, okay. Ga jij hier in de keuken of in de woonkamer leren? Of hier aan? Hier zo. Oké, okay. Nou Janelle gaat leren. Oh ja, ik wil jullie nog wat laten zien. Dus ik neem jullie mee, want Janelle gaat leren. Ik heb, tenminste, ik wist al dat Haarlem en Amsterdam in het Holland zaten, Den Haag, in Zuid-Holland, Utrecht, het Overmoed, Brabant, Middelburg, Zeeland. Heeft een nieuwe broek en een shirt uitgekozen. Groningen. Dit is een Amangus. T-shirtje, super cute, heeft hij zelf uitgekozen. Oeps. Met deze cargo broek. Ook zo stoer, lichtblauw. Ook van de Zara. Dit setje, die broek is €22,95. En die trui was €12, dus €35 ongeveer heb ik uitgegeven. En dan heeft hij gewoon een nieuwe shirt en een nieuwe broek. Hij wilde alweer eigenlijk richting een hoodie gaan, maar ik denk nee, echt niet. Het is zomer. Nou, Janelle gaat even verder leren, jongens. Grappige dis, hè? Ik ben niet zo veel van. Jongens, we zijn er weer!
het is alween een tijdje geleden dat Jinoa heeft geleerd en hij is zo goed. Ik was echt geschokt dat je het gewoon eerst in één keer helemaal goed had. Ja. Oké. Okay. In ieder geval, we gaan beginnen met de taco burger, de burger taco. Wat hebben we daar? Wat hebben we daarvoor nodig? Knoflookpoeder, paprika poeder, zout, uitjes, ijsbersla en uienpoeder. En natuurlijk gehakt. Noe, we gaan de gehakt gewoon in, hierin kneden. Hoeveel denk je dat jij van die wraps gaat eten? These faces giving me Ohio vibes. Oké, nou we gaan een beetje uienpoeder zetten. Uienpoeder. It makes me cry. Psych! Knoflookpoeder. You're messing with that wrong boy. Okay. En de paprika poeder. Ja, precies. Dan zout. Moeten we ze pletten, toch? Ja. Ik doe een beetje zout. Sir, die van iemand uit mijn klas die shirt niet op. Serieus? Oké. Ik gebruik heel even echt een raar stukje. En dan gaat Genoa straks. Wil jij even je moutjes opstrappen? Moet ik hem aan mijn handen pletten? Nee, je moet balletjes maken, Noe. Dat is balletjes maken. Ohio vibe. Hey guys, please don't give me the Ohio vibe. Oké. Laat maar nog één keer kijken op dat filmpje of we alles goed hebben gedaan. Waar is mijn telefoon? This is look like Ohio vibing. Waar is dat filmpje? Ja. De Ohio vibe. Oh hell no. Let's see. Ik zei, ik ga heel even kijken. Dus ik weet niet waarom je hand hier is. Ik doe. Ik doe. Even kijken, ik ben nog. Ik laat het filmpje hier zien. Mijn kip zijn uitjes en ik zit altijd in een hamburger. Hamburger. Nou, Loi, dan mag jij gaan kneden. Heb jij haar moutjes opgestropen? Oh, hi. Zet de moutjes aan op. Ga je me helpen? Met wat? Ik zeg je moet gaan kneden. Dat kan ik niet bij helpen. This guy, hè. Gewoon eventjes de hele mand erin. Maar je hebt een beetje, je moet een beetje overal, hè. Want ik heb even kruidennek erin gedaan. Dus je moet eventjes zo, ja. Zo. Oké, en dan ga je balletjes maken. Nee, niet zoveel grote balletjes. Wil je even het filmpje kijken? Het moeten kleine balletjes zijn, hè? Want we hebben de breads. Die gaan bij ons. Kijk eens!
Oh, je dat. Oh, jij mag de balletjes aan mij geven, dan maak ik ze even verder af. Hey yo, what do you mean? Yes. Zo? Ja. Dat is een mini balletje. Kom op, nooit. If you know what I mean, it's pretty soos. Zo, we hebben nu 2, 3. Oké, nou wie kom op? I already said balls, give me the balls. Oké, we gaan later beginnen met 4 balletjes. Ohio vibe. Oké, laten we 6 doen. Ohio vibe. En wie is dat? That is. I think it's someone that is named Ohio Master. He gave us the Ohio package. So right? That is the Ohio package, right? Please tell me it's the Ohio package. Oké, jongens, we gaan. That's what, you call BG. Oké. Stop the cap. Okay. I don't know what you are talking about, but we are totally vibing. Nou, in Afrika. Net klonk je echt al iemand van Pakistan. Wellicht lekker Pakistan. Nee, maar je klinkt. Do I look like Pakistan to you? Ja, als je zo met dat stemmetje erbij was. Oh hell, no, I'm gonna never gonna do that. No, voice again. Oké, hoeveel hebben we dan? Hey, even volharden. We hebben 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Dit is wel dat je valt een beetje. Ja, omdat je blijkbaar niet op verdracht zet. Ja, plet het alweer. Ja, maar dat is toch de bedoeling? Je bedoelt puntje maken. Wie is dat? De buurvrouw. Easy peasy. We gaan nu even de pan verwarmen en dan gaan we de tortillas in een pannetje doen. En als hij en als ze bezig zijn, dan ga ik kijken hoe of die goed klaar is. Oh. Kom. Hij dacht. We gaan beginnen. Oh, we hebben nog eentje over. Voor extra als iemand nog honger heeft, dan ja. Ik denk ik ga. Mag je handen wassen, ja? Mag ik dan één plakje? Ja, is goed. Yes! Voor de pan. En de pan is hier. Even een klein beetje blue band. Blue band. Okay. Blue band. Eventjes blue band. 1 minuutje bij de kanten bakken. Nou, dit is wat we net hebben gedaan. En wat we dus nu gaan doen is we gaan hem zo... Even bakken. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hij lijkt op mijn los. Hoe doet het? Hij blijft niet erop zitten. Nu begrijp ik je. Nu een plakje kaas, zodat die lekker gaat smelten.
blijven. Ik wil het eerst proeven. En een beetje ijsbergsla. Ijsbergsla. Mama sla. Een beetje sla. Mama. Een beetje burgersaus. Pardon. Nee, ik ben hier verder mee. Oeh! De sauskleur ziet er anders uit, maar het boeit niet. Zolang het maar eten is. En dan heb je dus een taco burger. Het ruikt lekker! Oh my god! Het ruikt gewoon naar een. Naar een. Hoe heet het? Een burger, zo'n quarter pounder, zo'n hamburger. Zo. Hamburger. You know how I say hamburger. Hamburger. Oké, okay, Noi. Bombastic. Het is ook wel, het klinkt echt zo crunchy. Echt? 100%. Mag ik wel eten? Ik heb niet. Mama weet het ook in de kamer of je het goed vindt. Mega. Nami? Never mind, toch een 10. 10? I love it. I love it more than you. Weet je wat het is? Het is die saus is een beetje pittig. Mm-hmm. Dat maakt het pittig. Het is niet iets. Ik heb een klein beetje voor jou gezegd. Maar die saus heeft ook een andere kleur, maar jongen. Het heeft een beetje een pittige extra peper bij het als het was. Bruh. Maar dit is wel echt die burgersaus. Dit is wel echt. Het is een beetje pittig. Maar het is wel echt lekker. Het is we hebben lekker gegeten. We gaan nu eventjes Genoa zijn haar verven. Ik heb hier de Showtime Ultralight blondeerpoeder. En dan ga ik het even mengen. En dan ga ik het even in Genoa zijn haar doen. Want hij heeft hier aan de zijkant is weer gegroeid. Natuurlijk zijn haar. En ja, dat moet dus ook gewoon dezelfde kleur als de bovenkant. Dus dat gaan we eventjes nu doen. Verft. Wat is dit? Kijk, dit gaan we in Genoa zijn haar smeren. King Crane heb ik al wat lang niet gekeken.
van slapen en heel veel stress heb. Oh my god, echt waar. Ja. Ik ben ook wel echt moe vandaag. Maar ik heb een leuke dag gehad vandaag hoor. Dankjewel. Ik heb wel echt een leuke dag gehad, maar ik ben wel nu echt moe. Hoe laat is het? Ik denk iets van 11 uur. Hoe laat is het? Ja, ik kan niet zo kijken. Het is bijna... Hoe laat is dit? 11:30 geweest in ieder geval. Hoe laat... Hoe noem je zoiets? 22 minuten is het al 12 uur. Ja, echt. Oké, ik ga je haren veunen. Dus 0 uur. Ik ga je haren veunen. In de ochtend. Nou, jij hoeft gelukkig niet vroeg op te staan. Ik wel, want ik heb... Jij moet om 11 uur, dat is niet zo vroeg. Ik moet om 10 uur bij yoga zijn. Dus 10 uur yoga. We gaan nu even je haren veunen en dan ga je lekker naar bed. Oké, we zijn weer bij het einde gekomen van deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Ciao.